As jy lus is om weer soos 'n kind vermaak te word, is die volgende produksie op die KKNK-program net vir jou. De Klerk Olofse en Gemma Khan is onder andere te sien in Bubbelagtig, wat soggens om 9 uur by die Burgersentrum wys. Ons het vir De Klerk gevang op pad Oudtshoorn toe om ons meer te vertel. Bubbelagtig is, sover ons kan agterkom, die eerste produksie van sy soort vir Afrikaanse kunstefeeste. Dit is een narrespelproductie. Ik noem het narrespel. Die Engels daarvoor is eindelijk clowning. So, ik noem het narrespel, want ik denk hier al zelf woord daarvoor nie. En hierdie productie is basis een klomp tonele wat aan elkaar gelap is en op die einde die een gouden draaikie deurgetrek word. Misschien gaan het oor eenzaamheid, wie weet. Maar op die einde kan je eindelijk laag vir jou eenzaamheid. En ons hoop dis wat gehoor gaan doen. So dit is nie sad nie, dit is eindelijk een groot jol. My rol in Bubbelagtig is natuurlijk as acteur, of in hierdie geval een nar. My narse naam is Beentjies. En ek tree ook vir die eerste keer in as een vervaardiger van een productie, wat nogals iets net en vrees aan jou hand vir my is. So, ek hoop het werk uit. Die uitgangspunt vir Bubbelagtig was om een productie te maak wat regtig toegankelijk is vir die hele gesin. So, ons mik vir een gehoor van so 2 tot 81, denk ek. Natuurlijk voor de jongeren gehoor is dit lekker om een klomp narre te zien en die simpel logica wat hulle soms kan volgen om een probleem op te los. Maar die simpel logica is ook baie keer iets wat waarna groot mense kan kyk en waar jy kan jouself in die probleme raak sien en partykeer is die simpel logica van een nar miskien die beste oplossing wat ons as groot mense dikwels miskyk. Bubbelagtig debuteer donderdag die 29ste maart by die 24ste KKNK. Ons speel vandaag elke ochtend 9 uur tot en met die 4 april. En kaartjes kan bij Kampioen tickets gekry word.